Hoi lieverd. We zijn er weer. We gaan lekker een verhaaltje voorlezen. Opa Rob vertelt. Dit is alweer nummer 10. En weet je waar het over gaat? Over een inktvlek. Nou, luister maar. Lieverd, lekker onder de dekens gaan liggen. Met je ogen dicht. En als je ogen dicht zijn, kun je bij dit verhaaltje van alles bedenken. Zo ook het sprookje van de inktvlek. Aflevering 10. Er was dus een inktvlek. Een mooie grote inktvlek. Met karteltjes aan de randen. Ken je hem wel? Jantje had hem in zijn rekenschrift laten vallen. Toen hij zijn huiswerk aan het maken was. Lelijke inktvlek, riep Jantje. Oh, zei de inktvlek, vind je mij dan niet goed? Ik vind je afschuwelijk lelijk, zei Jantjes. Ik zal wachten tot je droog bent, want ik heb geen vloeipapier meer. En dan krab ik je weg met een pennemesje. Dat ging vroeger zo, hè. Dan had je een pen en een inktpotje. En het inktpotje was eigenlijk, daar kon je vlekken mee maken. Dan viel er plotseling van je pen een druppel af, net als bij de verf. En dan kwam die op je papier en dan kreeg je zo'n hele grote vlek. En die was dan nat, er lag zo'n druppel op. Maar de inktvlek vond het helemaal niet nodig om weggehaald te worden. Wanneer ik mooi opgedroogd ben, zei de inktvlek, dan ga ik uit mezelf wel weer weg. Ik weet wanneer ik niet welkom ben. Ik ga iemand zoeken die me wel mooi vindt. En toen de inktvlek opgedroogd was, sprong hij van het papier en van de tafel en hij liep de kamer uit. Door de gang kwam hij terecht in de keuken. Zo'n prachtige, moderne keuken. Je kent hem wel, wit, glanzend. En de inktvlek sprong op het aanrecht en keek eens rond. Haha, zei de inktvlek. Die tafel die is veel te bleek. Als ik daar nou eens precies middenop ga liggen, dan kom ik heel mooi uit. Dan is er een grote vlek op de tafel. Iedereen die me dan ziet zal uitroepen, wat een schitterende mooie inktvlek is dat. Hij sprong op de keukentafel en ging precies in het midden liggen. En even later kwam Jantjes moeder binnen. Want ze had water opgezet voor de thee. Oh, wat is dat? Riep ze uit. Wat een vieze, zwarte vlek. Zo even was die er nog helemaal niet. Zo, zei de inktvlek, vindt u mij vies? Ja, natuurlijk, zei Jantjes moeder. In mijn mooie, schone keuken. Maar ik krijg je wel weg, hoor. Met een borstel en een beetje vim. Helemaal niet nodig, zei de inktvlek. Ik ga uit mezelf wel weg. Ik ga iemand zoeken die me wel mooi vindt. En hij sprong van de tafel en liep weg uit de keuken, de gang door, waarna hij door de brievenbus de straat op sprong. Het was erg druk op straat, want de kantoren gingen net uit. En het was ook nog flink warm, want het was een schitterende zomerdag. Op de hoek van de straat stond een ijskoman die plotseling erg druk had. Al die mevrouwen en ook een paar meneren van de kantoren kochten allemaal een ijsje. Hé, wat een leuk wit karretje, dacht de inktvlek. Zal ik daar eens opspringen? Hij sprong op het ijskoolkarretje en zag toen het witte jasje van de ijskoolman. Oh, maar dat is een leuk wit jasje, dacht de inktvlek. Weet je wat? Ik ga op dat witte jasje zitten. Dan zal iedereen naar me kijken. En die zal zeggen, wat een schitterende mooie inktvlek is dat. Hij sprong op het witte jasje van de ijskoolman, zodat het leek alsof deze ineens een soort zwarte medaille midden op zijn jasje had. Maar een van de juffrouwen die een ijsje kocht, zei, zeg ijskoolman, kijk eens naar je jasje, wat een lelijke vlek heb je erop. Het lijkt wel inkt. Inkt? Hoe kan dat nou, zei de ijskoolman. Ik schrijf altijd met een rode ballpoint. Hij
keek naar het jasje en hij zag toen ook dat er een grote inktvlek op zat. Bah, lelijke gemene vlek, zei hij. Wat moeten mijn klanten wel denken? En wat zal mijn vrouw mopperen als ik thuis kom? Helemaal niet nodig, zei de inktvlek. Ik weet wanneer ik niet welkom ben. Maar jullie hebben een hele slechte smaak, dat moet ik zeggen. Hij sprong weer op straat en hij wandelde wat. Het werd minder druk, want de mensen gingen zo langzamerhand naar huis. De inktvlek liep wel een paar uur rond en zei het steeds tegen zichzelf. Ik ben toch een mooie grote inktvlek met karteltjes aan de randen. Waarom vindt niemand mij dan mooi? Toen zag hij opeens een dame met een hondje. Of een hondje, het was eigenlijk een tamelijk grote witte poedel. Die verveeld liep te kijken. Een mooi hondje, zei de inktvlek tegen zichzelf. Jammer alleen dat hij helemaal wit is en zonder één vlekje. Maar dat zal ik nou eens even snel verhelpen. En hij sprong bovenop het linkeroor van de poedel en bleef daar rustig zitten. De dame ging het park binnen en nam plaats op een bankje. Kom eens bij het vrouwtje, Dribbeltje, zei de dame. Ja, die poedel die heette notabene Dribbeltje. Oeh, maar wat is dat nou? Wat een lelijke nare vlek heb je op je linkeroor. Heb je weer in de modder gespeeld? Foei! En ze wilde met een zakdoekje de vlek weg gaan werken. Maar de inktvlek zei boos. Ik ben helemaal geen modder, ik ben inkt. Bah, dat is nog erger. Dan krijg ik je ook nog heel moeilijk weg, zei de dame. Arme Dribbeltje. Zal ik het toch eerst maar even met mijn zakdoek proberen, Dribbeltje? Helemaal niet nodig, zei de inktvlek. Ik ga wel uit mezelf weg. Als u maar weet dat het verschrikkelijk lelijk is, een hond zonder vlek. En de inktvlek sprong weer op de grond en liep het park uit. Wat moet ik nu beginnen, zei de inktvlek tot zichzelf. Niemand vindt me mooi en het wordt al donker. Ik moet zien dat ik onderdak kom. Hij liep weer door de straten, tot hij ergens een deur open zag staan. Hij ging naar binnen. Hij liep wel 6 trappen op, maar pas op zolder vond hij weer een deur die open was. Achter die deur was een rommelige zolderkamer met een prachtig wit papier op de vloer. Nou, hier blijf ik dan maar voor vannacht, zei de inktvlek en hij sprong bovenop het papier. Een kwartier later kwam de schilder binnen die daar op de zolder woonde en een straatje om was gegaan. Hé, wat een prachtige vlek op dat papier, zei hij en hij legde het papier op tafel. Daar maak ik een boom van. En hij tekende een stam onderaan de inktvlek. En hij tekende vervolgens een boerderij bij de inktvlek, die een boom was geworden, en schreef toen onder de tekening boerderij met boom. En de volgende dag hing de tekening aan de muur en iedereen die op bezoek kwam zei, oh, wat een mooie tekening is dat. Vooral die boom is zo mooi met die karteltjes aan de randen. En de inktvlek, die nu een boom was, zei tegen zichzelf, ik wist wel dat iedereen me mooi zou gaan vinden. Want je bent een mooie inktvlek, of je bent het niet. Toch? Nou, dit was weer een fantastisch verhaal over een inktvlek. Inktvlekken hebben we tegenwoordig bijna niet meer, hè? Want we schrijven tegenwoordig allemaal met stift. Of met ballpoint. Of met een potlood. En een echte inktvlek die uit je pen valt op een papier hebben we niet meer. Maar gelukkig dat de schilder van de inktvlek toch een boom kon maken. Ga je nu dromen van een inktvlek? Kijken, als je je oog dicht doet, zie je ook altijd van die zwarte vlekjes achter je oog. Achter je oogleden. Dat zijn geen inktvlekken. Maar het zijn ook een beetje vlekken. Die kan je in je droom zien. Ga maar lekker slapen. Welterusten. Ik hou van je. Lekker slapen, hè? Dag.